Met betrekking tot de politieke samenstelling aan het begin van het vormen van deze huidige regering, zegt mevrouw de Castillo dat het te verwachten was dat wij dit zouden kunnen krijgen. Gehoopt dat het beter zou gaan, toch? Maar al aan het begin, bij de keuzes die gemaakt werden, en ik ga u zeggen, toen de regering koos om dat meneer Brunswijk vicepresident zou worden, toen heb ik gelijk, hebben we aan de bel getrokken als partij en gezegd dat het geen goed begin is. Omdat we dan op dezelfde voet als de vorige regering doorgingen. Dat was alvast in het bestuurlijke. De belangen die de VP vertegenwoordigt, maar ook het feit dat hij internationaal zich niet kan bewegen, terwijl een VP dat moet kunnen doen. Daarvoor betalen we hem. Toch? En de uitstraling die daarvan uitgaat naar niet alleen onze eigen samenleving, maar ook naar de wereld. Dat was één eerste indicatie voor ons. Vervolgens zijn we ook bij de regering langsgegaan met ideeën, zoals ik u reeds zei. We hebben ze zaken aangeleverd. En er is niets mee gedaan. Absoluut niets mee gedaan. En we merkten toen de benoemingen van friends and family. En het werd gebracht alsof het normaal is. Men probeerde zelf aan het woord nepotisme een nieuwe definitie te geven. En toen was het voor ons duidelijk dat het belang van deze regering, het hoofdbelang van deze regering, is niet deze samenleving. Het hoofdbelang van deze regering is dat een kleine groep vrienden en familieleden zich permanent meester maken van de rijkdommen van dit land. Een voortzetting van wat we in de vorige regering al hebben gezien. U hebt het gezien met de concessies toen, en van hout en goud, ook de toenmalige partijen die in die regering deelnamen, deden zich te goed eraan om zich daar mee te verrijken. Deze regering heeft dat voortgezet. We hebben gezien dat alle mooie ideeën die ons werden voorgehouden, is niets van terechtgekomen. We merkten dat zelf de grote vrienden uit diaspora die ze noemden, die met zoveel geld zouden komen, uiteindelijk kwam er niets. We hebben HPSG gehad, NV Surfing gehad. Allemaal schandalen die aangeven dat corruptie hoogtij viert en dat er geen zelfreflectie is bij deze regering. Toch? Dat leidt tot correctie. We hebben gezien hoe de DNA zich opstelt en hoe wordt omgegaan met burgers die kritisch zijn of instituten die kritisch zijn. Toch? Daar heeft men geen oor voor, die worden uitgemaakt voor van alles en nog wat. U had het net over dat burgers die protesteren zelf terroristen genoemd worden. Ik bedoel, dan weten we het, dat we een regering hebben die haar agenda is niet het belang van het volk.